Paul. Zorg dat je minimaal 3 tot 5 keer per week deze training uitoefent. En dat je deze... Ah, fuck de tering. Hallo. Wat? Wie heb ik hier nou op mijn dingen? Ik hoor een of ander vent praten. Nice. Ah, heb je mijn podcast aangezet? Ja. Yes, dan nog wel even de allerbelangrijkste tippen van allemaal. Zorg ervoor dat je setjes dichtbij... Klote fucking tip, die zin komt niet meer uit. Wauw. Yo mensen, sinds een jaar geleden, sinds dat dit er was, zijn heel veel mensen zijn of haar motivatie kwijtgeraakt om thuis te sporten. Dus in deze video ga ik mijn top 5 oefeningen geven die je sowieso moet blijven doen thuis, om toch al dat werk wat je voor dit hebt verricht, toch niet allemaal poef, ja, in rook op te laten gaan. En dan moet er nou een poef in beeld komen. Komt ie er? Poef. Nou, best goed geëdit. Oké, top, dat was de eerste. Oh, die was goed! Oké, maar voordat ik begin met deze 5 oefeningen die je sowieso thuis moet blijven doen om ja, je spiermassa te behouden of wellicht nog wel wat extra te groeien, heb ik nog even wat aantal tips voor jullie. Ten eerste, zorg dat je minimaal 3 tot maximaal 5 keer per week deze oefeningen doet. En zorg hierbij dat je 1 of 2 oefeningen per spiergroep per training doet en dat je hierbij 3 tot 4 setjes doet. Maat, heel veel doet. Oh mijn god. 3 keer doet? Ja. Uitvoert? Nee, maar niet uit. Bouw hem er gewoon in. Ja, doet. Ja, dat komt er nou wel in, hè, even dit weet. Dus, samengevat, doe deze oefeningen 3 tot 5 keer per week en zorg ervoor dat je hier nog een extra oefening aan vastplakt. En voer die allebei dan 3 tot 4 setjes uit. Yes, en dan nog wel even de allerbelangrijkste tip van allemaal. Zorg ervoor dat je je setjes dichtbij of tot falen brengt. En dit komt heel veel voor bij thuisworkouts. Mensen doen een setje van bijvoorbeeld 15 of 20 herhalingen. En dan ziet het er dan ongeveer zo uit. Ja, en wat is gebleken uit onderzoek, is dat het maakt eigenlijk niet heel veel uit hoeveel herhalingen je doet, als je setje maar dicht genoeg tot falen komt. En dus raad ik jou aan om je setje gewoon door te blijven zetten, tot maakt niet uit hoeveel herhalingen, maar zorg ervoor dat je maximaal 3 herhalingen van falen afblijft. Dus ongeveer 1 of 2 herhalingen van falen af en dan maximaal 3. Dit zorgt ervoor dat je spier genoeg prikkelt om nog ja, aanwezig überhaupt te zijn en om wellicht nog extra door te groeien. Wat je heel veel ziet bij home workouts op YouTube of maakt niet uit ergens anders op ja, internet, tot ja, een soort van circuit workout en tot mensen heel veel herhalingen blijven doen, maar tot het eigenlijk veel te makkelijk is en tot ja, je lichaam daar geen reden geeft om je spiermassa te behouden of wellicht nog door te groeien. Dus dat is heel erg belangrijk, keep it in mind en let's go naar de eerste oefening. En dan komen we uit bij oefening nummer 1 en dat is de Bulgarian split squat. En nee, geen gewone squats, maar de Bulgarian one. Bulgarian split squat. Deze oefening is heel erg goed voor de quadriceps en dat zijn de voorkant van je bovenbenen en ook heel erg goed als je diep genoeg gaat voor je kont. En wie wil daar nou niet een hele dikke kont? Deze oefening is daarnaast ook nog heel erg goed omdat die omdat hij unilateral is. En unilateral betekent dat je daarmee ja, allebei je ledematen apart traint. Dus dat je eerst de ene been doet en dan de andere been. In plaats van allebei tegelijk zoals je bij een normale squat uitoefent. Uitvoert. Mam! Hou die pen eens op. Oh. Dus ja, de Bulgarian split squat ziet er ongeveer zo uit. Ja, dan zijn we nou eens aangekomen bij de Bulgarian split squat. Bij deze oefening zet je eerst je voorste been een stap naar voren en je achterste been plaats je op een verhoging. Ga gewoon zo diep als je kan en probeer niet dieper te gaan dan dat je kan natuurlijk. Als je wel diep kan gaan, probeer je knie net boven de grond te laten eindigen en dan weer terug naar boven te gaan. Voer hem ja, langzaam uit en gecontroleerd. Dit is gewoon nog de normale variant. Ik zal zo meteen een moeilijkere variant en een wat makkelijkere variant laten zien. Niet iedereen heeft de balans hiervoor, dus ik zal hier zo meteen ook nog even een voorbeeld van laten zien van hoe je hem ook kan uitvoeren. Zoals je ziet pak ik nou even wat stenen. Dit is om het moeilijker te maken om de range of motion, oftewel de bewegingsuitslag, nog groter te maken. Om daardoor ja, nog meer verzuring op te wekken in de spieren. Dus hier ga ik op de stenen staan. Weer mijn achterste voet achter op een
op woging en zo squat ik nog dieper dan dat ik voorheen deed. Dit voel je nog erger in je kont, omdat je hoe dieper je gaat, hoe meer je kont hierbij aanspreekt. Zoals je ziet pak ik hier ook nog tas bij, want als het nog steeds te makkelijk is, dan kan je ook nog altijd wat gewicht toevoegen. In deze tas zitten stenen om het nog zwaarder te maken. Is ook heel erg handig om eigenlijk oefening thuis gewoon een stuk zwaarder te maken. Dus zoals je ziet, ik heb die stenen toegevoegd, waardoor ik nog dieper kan gaan. En ik heb de tas met stenen toegevoegd, waardoor ik nog zwaarder en nog dieper kan gaan. Ja, nog dieper kan gaan door die stenen. Dan even een variant wat makkelijker is voor de mensen die moeite hebben met hun evenwicht te behouden. Hierbij plaats je gewoon je voeten weer een stuk naar voren en je achterste voet op een verhoging. En hou je gewoon er niet vast, waardoor je makkelijk evenwicht kan houden. Dit is ook een stuk makkelijker dan zeg maar los. Je evenwicht is toch wel heeft toch wel een groot aandeel in deze oefening. Dus dat was het. En dan gaan we door naar de andere oefening. Yes, en dan de tweede oefening en dat is de Nordic Hamstring Curl. En waarom ik deze oefening heb gekozen is omdat deze oefening heel erg goed is voor de hamstrings. En niet alleen voor de drie koppen van de hamstring, zoals bijvoorbeeld de single leg Romanian deadlift. Waarbij je dus vooral de drie koppen van de hamstring aanspreekt. Maar ook vooral de vierde. En de vierde is heel erg belangrijk. En dat is de bicep femoris shorthead. En deze kop van de hamstrings, die gaat alleen maar over het kniegewricht. En daardoor kan je hem niet trainen als je bijvoorbeeld een hip movement, een hipbeweging uitvoert, zoals bijvoorbeeld een Romanian deadlift. Dus is het heel erg belangrijk dat je ook een oefening in je schema hebt die voorbij het kniegewricht gaat, zodat je deze spier ook aanspreekt. En dan zal ik je nou even uitleggen hoe je deze oefening kan uitvoeren en ook de simpele variant ervan en wellicht de moeilijkere variant. Let's go. Yes, oké. Dus dan zijn we meteen aangekomen bij de Nordic Hamstring Curl. Ik voer hem meteen uit zoals je ziet. Je plaatst je benen onder de bank en je laat jezelf gewoon naar voren vallen. Je probeert jezelf wel op te vangen en natuurlijk niet met je kop op de grond vallen. Je duwt jezelf alles als het ware weer eens recht overeind en dan laat je jezelf weer gecontroleerd vallen. Dit is heel erg goed voor de eccentric van de spier. Dus niet voor de concentric als in aanspannen, maar juist het verlengen van de spier. Dit is de makkelijke variant die ik nou uitvoer. Omdat niet heel veel mensen de weg omhoog weer goed gecontroleerd kunnen uitvoeren, is dit de makkelijke variant. Waardoor je eerst met je kont eerst naar achter gaat en dan recht overeind gaat staan. En dan uiteindelijk weer jezelf gecontroleerd laat vallen en wellicht iets eerder opvangt. Dan doe ik nu even wat stenen in een tas en dan doe ik die ook op mijn rug. Dit is voor de wat iets meer gevorderde mensen, omdat deze oefening sowieso best wel zwaar is. Raad ik hem eerst heel even aan zonder tas en gewichten en daarna wellicht gewichten toevoegen. Ik heb hier nou een steen in mijn tas zitten en ik voer hem gewoon weer op dezelfde manier uit hoe ik in het begin deed. Zorg er misschien wel voor dat je iets onder je knie hebt. Ik heb zoals je hier ziet stenen onder een kussen onder mijn knieën. Omdat het best wel pijn doet aan je knieën soms. Dus vandaar. Maar dan gaan we nou door naar de volgende oefening. Yes, en dan komen we uit bij de derde oefening. En dat is de deficit push-up. En deze oefening, überhaupt de push-up, vind ik overal een hele goede oefening. En niet alleen voor thuis home workouts, maar ook gewoon in de gym. En dat is omdat deze oefening niet alleen de borstspieren goed aanspreekt, maar ook de serratus anterior. En de serratus anterior is de zaagspier die hier zit. En ik zal er heel even een afbeelding... van in beeld laten komen over hoe dat eruit ziet. En dat is, dat geeft gewoon een super cool effect. Alsof je bent gekrapt door een leeuw of zo. Ja, ziet er gewoon vet uit. Wauw. En ik zal je nou dus ook even laten zien hoe je deze oefening uitvoert. En ook meteen een makkelijke variant erbij of een moeilijkere. Yes, dus dan zijn we nou aangekomen bij de deficit push-up. Bij deze push-up variant zorg je ervoor dat je je handen plaatst op twee verhogingen, waardoor je nog dieper kan zakken. Zoals je ziet voer ik de oefening niet helemaal uitgestrekt uit. Dit komt omdat ik mijn linkerarm niet volledig kan strekken en daardoor ga ik automatisch mijn rechterarm ook niet strekken, omdat het anders voor imbalances zorgt in mijn spieren. Dit is gewoon de normale variant. Dit is de makkelijke variant waardoor je gewoon op je knieën gaat zitten en de oefening ongeveer hetzelfde uitvoert. Dan laat ik zo meteen ook nog heel even de moeilijke variant zien. Mijn pet is afgevallen zoals je ziet. Dit is de moeilijkere variant. Ik heb gewoon weer een tas gepakt en ik heb er een steen in gedaan. En ik voer de oefening weer hetzelfde uit. Het zorgt echt voor een super erge pomp en de oefening is echt erg lekker. Dus voer hem zeker uit. En dan gaan we door naar de volgende oefeningen.
Yes, en dan komen we uit bij oefening nummer 4. En dit is de pull-ups. Tussen haakjes, rack chins. Die tussen haakjes is omdat niet iedereen thuis een pull-up kan uitvoeren. Of niet iedereen überhaupt de kracht heeft om een pull-up uit te kunnen voeren. Dus heb ik deze er even bij toegevoegd. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Ja, de pull-ups. Waarom ik deze heb toegevoegd is omdat het eigenlijk gewoon de king of the back exercises is. Ik weet niet waarom ik nou in één keer Engels zit te praten. Maar het is gewoon een hele goede oefening waarbij je over het algemeen bijna alle spieren van de rug aanspreekt. Echter is het voor sommige mensen bijna onmogelijk. Of is het gewoon onmogelijk om deze oefening thuis uit te voeren. En dus heb ik, zoals ik net al zei, ook een andere oefening aan toegevoegd en die ga ik dan nu even uitleggen. Yes, maar we beginnen al even bij de pull-ups. Ik heb een pull-up bar gekocht zoals je ziet, die heb ik aan mijn deur gehangen. Ik ben erg lang, het ziet er een beetje raar uit, maar we moeten het maar mee doen. Bij deze oefening zorg ik ook gewoon voor een volledige bewegingsuitslag. Ik doe dit niet omdat ik mijn linkerarm helaas niet kan strekken, maar jij moet dit zeker wel doen en vooral onderaan de oefening. Je hoeft niet per se met je kin boven de stang te komen, maar het is wel een goede indicatie van hoe groot je bewegingsuitslag bij elke herhaling is. Dan als je geen pull-up bar hebt, heb ik nog een volgende variant en dat is, plaats eerst een gewichtje of zet je deur vast tussen, weet ik veel, twee stoelen of zo. En dan pak een handdoek en leg die handdoek bovenop de deur en ga pull-ups doen tegen de deur aan. Het ziet er een beetje raar uit, maar het werkt heel erg, goed. Ja, ik moet zeggen dat ik mijn rug zelfs beter voelde zo op deze manier dan dat ik het op de pull-up bar deed. Maar echter, dit is natuurlijk niet zo heel erg een hele erg fijne manier. Maar het is zeker een optie als je geen pull-up bar hebt. Dan nog wat makkelijker manier, dat is je springt omhoog en je laat jezelf gecontroleerd naar beneden zakken. Dit is een handige manier omdat je 40% sterker bent op de eccentric, dus de weg terug bij een oefening. Oftewel bij het verlengen van de spier, dan dat je bent bij concentric, als het ware het verkorten van je spier, dus het aanspannen van je spieren. Ja, het is heel erg makkelijk om het einde van je, heel erg handig om het einde van het setje te doen om je setje nog wel even uit te rekken. Of als je bijvoorbeeld helemaal geen pull-ups normaal kan doen. Ja, en zo kan je er heel erg makkelijk sterker in worden. Dan als je geen pull-up bar hebt of deur, wat ik wel een beetje betwijfel. Maar dan kan je ook altijd nog deze oefening doen. Vooral ook als je natuurlijk helemaal geen pull-ups kan, ook niet de weg terug. Dat is een rack chin. Ja, je plaatst je lichaam gewoon onder de tafel en je zet je voeten plat op de grond neer of verder weg zoals je hier ziet om het moeilijker te maken. Hoe dichterbij je je voeten zet, hoe makkelijker het wordt. En je trekt je borst gewoon naar de tafel toe. Het spreekt iets andere spieren aan dan de pull-ups. Deze oefening spreekt iets meer de mid-trapezium aan. Een beetje het midden van je rug dan dat de pull-ups doet. Pull-ups doet meer je latissimus dorsi, je lats. En dan gaan we nou door naar de volgende oefening. Yes, en dan tot slot misschien wel de allerbelangrijkste oefening, althans die ik het allerbelangrijkste vind. En dat is de lateral raise. En de lateral raise is voor je zijkant schouder. En dit zorgt er echt voor je brede schouders. Dat je gewoon breder oogt in een t-shirt of in, maakt niet uit wat. Ja, dat vind ik gewoon een hele belangrijke oefening. Want het maakt niet uit hoe groot je borstspieren zijn of je rugspieren. Als je geen brede schouders hebt, dan zie je er gewoon niet breed uit. En dus vind ik dit een hele belangrijke oefening. Je kan het ook omgekeerd zien. Al heb je geen borstspieren, al heb je wel hele goede borstspieren of hele goede rugspieren. En je hebt geen zijkant schouders, dan zie je er ook niet eens sterk uit. Oftewel, goed. Oftewel goed gevormd, echt die V-shape. En natuurlijk, het is ook genetisch bepaald hoe groot jij deze spier kan laten groeien. En het is ook genetisch bepaald hoe breed je sleutelbeenderen zijn. Want je kan simpelweg geen stukje hieraan vastplakken. Zou wel heel handig zijn, maar dan zullen er wel heel veel hulken op de wereld rondlopen. Ik zal even uitleggen hoe je deze oefening uitvoert. En ook even wat tips en wat dingen die jij wellicht anders kan doen. Of misschien nog een extra iets waar je niet aan hebt gedacht. Omdat je misschien geen dumbbells hebt of een tas of een koffer of iets aan gewichten. Dus ik zal het even uitleggen en let's go. Yes, zijn we nu aangekomen bij lateral raise. Bij deze oefening pak je gewoon een willekeurig gewicht in je handen. Maakt niet uit wat het is, een tas met een steen of een dumbbell als je die wel tot je beschikking hebt. Deze oefening voer je uit aan de zijkant van je lichaam. Hierbij houd je je ellebogen lichtjes gebogen, niet helemaal, maar ook niet helemaal gestrekt. Bovenin de oefening draai je de hand lichtjes in, waardoor je met je pink naar het plafond of naar de lucht wijst. Hierbij zorg je ervoor dat je nog meer focus legt op de zijkant schouder. Je zorgt hierbij ook dat je niet je elleboog boven je schouderhoogte uit laat komen, omdat als je het wel doet, je nog meer focus legt op je trapezium, op je traps, en dit wil je niet hebben in deze oefening. Je wil jezelf volledig focussen op je zijkant schouder. Yes, dan gaan we naar door naar een hele bijzondere variant van deze oefening. Bij deze variant voer je de oefening eerst 20 seconden isometrisch uit in de deuropening. Isometrisch betekent dat je je spier niet verlengt of verkort. Ja, je drukt als het ware je armen zo hard mogelijk tegen de deuropening over 20 seconden.
ja, je hoopt hierbij dat je bij de 20 seconden mark niet meer kan. En als je nog wel kracht kan uitoefenen, dan harder drukken de volgende keer. Maar dit concept gebruiken we omdat er een studie is geweest waarin ze twee groepen hadden gebruikt. Eén groep gebruikte wel een dumbbell en de andere groep geen dumbbell. Eerst voerden ze de oefening de bicep curl 20 seconden isometrisch uit, net als wij. En daarna voerden ze de oefening normaal uit. De ene groep met dumbbell en de andere groep zonder. En wat bleek is dat de groep zonder dumbbell bijna net zoveel spiermassa opbouwde dan de groep met dumbbell. Ze bouwden als het ware wel minder kracht op, maar ja, dat doet er dan heel even hier niet toe. Dit gaat puur om hoeveel spiermassa opbouwden. Dus is dit een heel goed concept om te gebruiken. Nou, na de 20 seconden, ik had hem heel even gevriest. Ja, kom je uit de deur, voel je als het ware je armen omhoog gaan. Maar dit keer ga je gecontroleerd, denkend aan de spier, je armen omhoog laten gaan. En dit voer je dan ongeveer 3 tot 4 setjes uit totdat je niet meer kan. En dan, dat was het. Yes, dus dat waren mijn top 5 oefeningen die jij sowieso in deze periode nog wel moet blijven doen om jouw spiermassa te behouden en wellicht nog te kunnen groeien. Waarom ik geen directe isolatieoefeningen hierin heb toegevoegd, zoals bijvoorbeeld een bicep curl of een calf raise, is omdat deze isolatieoefeningen erg veel tijd kosten. En zoals ik in het begin van deze video al zei, deze video gaat echt om de 5 belangrijkste oefeningen die ik vind die jij sowieso moet blijven doen om het grootste gedeelte van je spiermassa te kunnen behouden. En daarbij train je deze spieren zoals je biceps en je triceps al indirect bij sommige oefeningen. Zo train je je biceps al indirect bij de pull-ups en je triceps al indirect bij de push-ups. Ja, mocht jij hier wel de tijd voor hebben en de motivatie om nog langer door te trainen, dan raad ik het zeker aan om nog wat biceps of triceps of kuitspieren en wellicht ook buikspieroefeningen erbij, kuitspieren? Ja, kuitspieroefeningen of buikspieroefeningen, daaraan toe te voegen. Maar mocht je dat niet willen of simpelweg niet de tijd voor hebben of de motivatie, dan raad ik het zeker aan om deze oefeningen te blijven doen. Some action is better than no action, keep that in mind. En dan zie ik jou de volgende keer weer. Tot ziens. Oh, en by the way, mocht je nog vragen hebben of dingen willen weten van mij, laat ze dan zeker even onder in de reacties achter of stuur mij een DM op Insta. En dan zie ik jou de volgende keer weer. Tot ziens. Zorg dat je minimaal 3 tot 5 keer per week deze training uitoefent. En dat je deze... Ah, fuck de tering. Ik ben niet. Nee, maar deze kutkat wel. Flikker hem eens op. Zet hem erop. Nee, de kat zit mij te vervelen. Ten eerste. Nou, weet je wie? Hallo. Wat? Wie heeft hier nou van dingen? Een of andere vent praten. Nice. Ah, heb je mijn podcast aangezet? Ja. Yes, dan nog wel even de allerbelangrijkste tippen van allemaal. Zorg ervoor dat je setjes dichtbij... Klote fucking tip, die zin komt niet goed uit. Yes, en dat is het einde van deze video. Dat waren mijn top 5 oefeningen die je sowieso moet blijven doen in deze fase. Irritant, ik word helemaal knettergek.